Hawaii Aloha. Yes. Victoria mooi, ja. Iman en die cybers, wie was dat? Die andere, dat is mijn dochtertje, Indy. Zo. En die is nou 10 jaar, ze was toen 9 jaar, toen ze bij mij kwam. Speciaal voor mij geschreven door Vic Holtworth uit de UK. En hij wist al dat ik het op zou nemen met mijn dochtertje, was heel trots op. En hij is, hij wil horen, want hij is uiteindelijk overleden vorig jaar. Hij zei wel, maak er een hitsong van. En dat had ik hem beloofd en dat is het ook geworden. Hij is op de, even kijken, het is het Official Fame Music Radio Group. Daar stond hij op 1 voor 3 weken en daarna nog gedurende 5 weken op 2 en 3. Mm-hmm. En Radio Indie Alliance. En hij is genomineerd trouwens. Dat nummer is genomineerd voor de Nashville Universe Awards. En dat houdt in? Dat je dus, dat was in april. Ik was genomineerd in 2 categorieën. De ene was Best Female Singer of the Year en die andere was Best Song of the Year. En dat was Hawaii Aloha ook. Met mijn dochtertje. Dus dan heb je dus kans om een award te winnen. Dus je bent in ieder geval al genomineerd. En moest ik een aantal rondes door. En mensen moesten op een gegeven moment gaan stemmen en zo. En op een gegeven moment, dan kom je op een gegeven moment in die laatste ronde en dan heb je dus kans op die award. Nou, ik heb niet genoeg mensen kunnen laten stemmen voor mij. Ik heb niet zo heel veel tijd om mensen allemaal steeds maar aan te sporen. Wil je voor mij stemmen? Maar goed, dus met die song is dat niet gelukt. Nu ben ik wel genomineerd voor de Josie Music Awards. En vandaag is de awardshow. En ik zou eigenlijk in Tennessee zijn vandaag. Had ik het liefst gewild. Ik zou er eigenlijk heen gaan met mijn dochter. Ja? Maar het werd erg duur. Het werd bijna 2.500 euro. Zo. Normaal zou ik het gedaan hebben, maar ik heb een auto gekocht en ik heb een cd te releasen. En dus ik heb nog een hele hoop kosten. Dus anders was ik er echt heen gegaan. En die is dus vandaag. Dus ik ga eens horen of ik wel of niet een award heb gewonnen. Maar gigantisch groot. Het is in een Dollywood. En daar zou ik korting krijgen ook op tickets en zo. Maar ja, de vliegtickets moet ik zelf betalen. En stel dat je daar nou wat wint. Ja. Wat houdt dat dan in voor jouw carrière hier in Nederland? En voor de wereld natuurlijk? Ja, ik wil zeggen, in Nederland richt ik me niet zo heel erg. Nee? Maar omdat Nederland gewoon te klein is. Maar je krijgt wel een aardige boost. Het feit dat ik al genomineerd ben, is al wat. Is al heel gaaf. Ik kom ook in een magazine te staan met 1.5 pagina. Met alle award nominees en foto's en alles erin. Een shirt heb ik al gekregen. Ja, ik denk dat het wel. Nou, heb ik al best wel een beetje naamsbekendheid. Lijkt het zo zeggen bij heel veel radiostations wereldwijd. Maar ik denk dat het wel helpt. Om misschien nog in contact te komen met nog belangrijkere. Wat dan ook. Kan van alles zijn, platenmaatschappijen. Wie weet, willen ze wel een project met me doen. En dat lijkt me nou gaaf. Om te zeggen van nou, ik ga voor 3 maanden naar Tennessee of in Nashville. En we willen met jou opnames maken. Dat ik het niet hoef te betalen. Maar dat zei het. Dat lijkt me nou, dat zou wel kunnen. Want er zijn heel veel tv-ploegen en radiostations en DJ's hoopten mij ook daar te zien. En promoten ze vandaar, maar helaas. En nog heel veel artiesten uit de hele wereld. Uit Pakistan, Australië, UK, kwam allemaal daarheen. Dollywood, ja, ik had er van heel erg... Ja, super graag. Ja, klopt er van over. En het is ook prachtige muziek, maar ja. Ik begrijp dan niet waarom... Ja, kijk, ons Nederlandstalige muziek, dat loopt over hier in Nederland. Hè? Ja. En dan kan je een plaat uitkomen in het Nederlands of het staat al in de hitlijst. Ja, klopt. En een andere plaat ook, en een Vlaamse plaat, daar gaat ook nog wel lukken. Ja. Maar wat is dan, waarom, ja, is dat jouw soort muziek, waarom moet dat zoveel wegen bewandelen? Wil dat ergens gehoord worden? Nou, het is lastig. Ik denk, om in Nederland bekend te worden, laat ik zo zeggen, is sowieso lastig. Kijk, Nederlandstalig zal misschien wel lukken. We hebben allemaal grote stations vast wel. Maar met die sound, dat country genre is gewoon niet zo hot in Nederland. En in heel veel andere landen wel. Nou wordt mijn muziek dus wel gehoord in de hele wereld. Zoals in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld wordt het over het hele eiland gedraaid. 4 songs per uur of zo. En zo en ook in Australië als in USA. Dus daar wordt het wel gehoord. Alleen ik probeer wel in contact te komen met mensen die iets met mij willen doen. Die op een gegeven moment zeggen van ik wil wel een project met jou doen. Kom naar de USA. En dan zou ik mijn baas vragen voor zijn sabbatical leave. Wel met terugkeren garantie. Maar dan zou ik dat dus overwegen. Ja, dan moet je iets meer moeite voor doen dan in Nederland. Ik denk dat als je in Nederland echt bekend wil worden. Hè, dat is heel lastig omdat ze het wereldje met bekende artiesten gewoon klein willen houden. Zou dat de reden zijn? Ja, ik denk het wel. Mijn zusje heeft ook bij platenmaatschappij gezeten, ook in Nederland. Ook bij Bollet en Bolland gewerkt toen, RTL 4, toen in het tv-programma heeft ze gezeten.
Follow the Dream. Ik weet niet of dat kan herinneren. Follow your dream. Alles voor de band, Follow Your Dream. Ja. Follow That Dream. Follow that dream. Ja. Een tijdje geleden, hè? Ja, 2000. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel leuk. Maar op een gegeven moment investeren ze niet meer. Waarschijnlijk omdat het in Nederland dan niet zo goed loopt. In andere landen wel een beetje. Maar dan houdt het gewoon op. En het is heel lastig. Wat zie je nou van de mensen die in The Voice bijvoorbeeld winnen? Wat hoor je daar nou nog van? The Voice? Niet veel. Ja, sommigen wel, maar niet zoveel. Maar er zijn zoveel goede talenten, maar je hoort er niks van in Nederland. Heb je ook nooit gedacht om aan zo'n talentenjacht in Nederland mee te doen? Ik heb meegedaan in 2011, ben ik geselecteerd, ben ik twee rondes verder gekomen met The Voice. En ik stond op de bellijst voor de Blind Auditions. En dan wist ik weer van, mijn zusje had weer contact met iemand van de cameraploeg daar. En die zat in de organisatie en die wist dat ik op de bellijst stond. En toen zijn ze nog iets langer doorgegaan met het zoeken nog van talenten. En toen was ik daar weer af. Anders had ik in de Blind Auditions gezeten. The Voice in 2011. Ja. Maar ik ga dat niet doen. En dat is meer omdat ik nog steeds ervan overtuigd ben dat in Nederland kom ik niet zo heel ver. En zeker niet met het genre. Is het dan gewoon omdat ze zich niet gunnen of dat ze geen verstand hebben van muziek? Dat tweede. Ze zullen me vast wel gunnen, maar het is gewoon niet hot. Contemporary country, moderne country is nog niet zo hot. Het wordt wel meer, want hoe heet die, Bob Douwe? Douwe Bob. Dat nummer waar hij mee in de song in het Eurovisie Songfestival, dat is, zit een country tint in. Ja. En The Common Linnets was tweede, wat eigenlijk eerste moeten zijn natuurlijk, toen. Dat is ook country. Het komt wel meer deze kant op, heb ik begrepen. Maar er zijn in Nederland ook best wel aardige, leuke mensen die daar in die richting zitten. Ik vind William Smulders vind ik ook prima. Ja, we hebben volgende week in de uitzending. Oh ja? Ja, die zingt ook een beetje country rock. Ja, dat kan wel. Kijk, festivals kom ik. Ik heb heel veel aanvragen voor festivals in België, Duitsland en Nederland. Dat wil ik ook wel gaan doen. Maar voor de rest kom ik niet veel verder. Dus bijvoorbeeld noemen ze wat? Radio 538, Sky Radio misschien, weet ik niet meer. Of die andere bekende zenders, die draaien toch een country? Dat draaien ze gewoon. En speciale country zenders zijn er nog niet in Nederland? Ze zijn er wel. Ik word op heel veel FM-stations ook gedraaid. Maar ze zijn er wel, maar niet zoveel. En niet de commerciële, echte commerciële grote stations niet. Die draaien het niet. Ik heb het toen geïnformeerd in België via een DJ. Ik weet even, Q-Music. Q-Music. En ik heb een aantal nummers wat niet echt country is. Nou, die wilden ze wel hebben, maar ja, ze draaien geen country, zeiden ze. Ja, lastig dan. Dus ik ga me niet zo richten op Nederland, maar voornamelijk op buitenland. Maar je hebt wel eens ooit, als ik toch een beetje mijn huiswerk heel erg goed gemaakt heb, heb je eens een keer een Nederlandstalig lied gemaakt, dacht ik. Ik heb een... Heel in een ver grijs. Ik heb twee Nederlandstalige... Als ik mijn huiswerk goed gemaakt heb, hè, dan moet de afgelopen week. Ik heb, maar dat heb ik thuis opgenomen. Leun op mij, heb ik opgenomen, staat op mijn YouTube. Dat is een thuisopname, een huisopname. Ja, maar goed, het is heel belangrijk. Maar het is niet zo, ja kijk, het is geen studio kwaliteit, maar het is wel. En nog eentje. Hoe heet die, van Clouseau. Clouseau had je het net over, toch? Ja, ik haal het, hoe heet over, die nou? Haal het over Clouseau, ja. Ja, dat is nog een nummer van Clouseau. Ik ben even de naam kwijt van die song, maar... Altijd heb ik je lief. Ja, dat heb nummer. Je lief. Ja, die heb ik ook gezongen. En dacht je toen je dan thuis zat in je studio van God, ik ga eens toch eens kijken wat dat gaat worden in het Nederlands? Of dacht je van God, ik heb even niets te doen? Nou, ik wilde dus wat anders laten horen. Ja. Ik dacht, en het mooie is, toen ik dat dus postte, zeiden heel veel mensen, wauw, wat klinkt dat weer anders als jij Nederlands zingt? En dat moet je meer doen. Ja. En ja, kan ik ook wel. Dat is het probleem. Daar heb je dan, daar doe je dan niks mee? Of denk je van God, het zal wel? Of? Nee, ik geloof het wel. En er zijn zelfs een paar stations in het buitenland die mijn Nederlandstalige nummers juist wilde hebben. Maar ik hou niet zoveel. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik hou wel van Nederlandstalig, maar het is niet mijn favoriete genre. Nee. Het zijn toch vaak de Engelstalige songs. Er zijn er andere timbre in, hè? In Nederlands. Andere tongval. Ik denk het, ja. Ja. Ik denk dat het meer op te maken heeft met de woorden, de uitspraken. Ik gewoon Engels ligt mij gewoon beter. Ligt lekkerder in het gevoel. Een ander uiteinde heeft het. Een andere, noem dat. Een ander woordopbouw. Ja, ook. Ja. Ja. Ja, God, waar ik die wijsheid vandaan. Maar je hebt goed je huiswerk gedaan. Dat je dus wist dat ik... Ja, maar dat doe ik elke week, hoor. Mijn huiswerk. Jawel, natuurlijk. Ik ga niet onbeslagen Thijs op. Nee.
Nee. Met zoveel ervaring kan dat ook niet anders. Je moet weten waar je over praat. Hè? Ja. Dan moet je niet aan beginnen. Nee. Maar zo'n Nederlandstalig lied, haal je dan ook ergens je informatie vandaan? Want elk lied moet ergens over gaan. Hè? Ja. Dus ook een Nederlandse. Ja. Nou zing je normaal country, Engels. Ja. En dan in één keer als proef, thuis, ja, tussen de vier muren een Nederlands lied. Ja. De inspiratie, het idee. Ja. Waar haal je dat dan vandaan? Ik luister natuurlijk naar de tekst. En dat vond ik een mooi nummer. En die andere natuurlijk ook. Altijd heb ik je lief. Heel mooi nummer. Dus ik dacht, dat ga ik proberen. Ja, gewoon als ik het zing wel met gevoel erin leggen. Ik ga gewoon eens kijken hoe dat overkomt. Op het publiek. En dat kan wel goed binnen. Heb ik daarom binnen. Zei Koen Wouters tegen mij van de week. Wat wie is die dame die dat Nederlands liedje van ons zingt? Echt niet. Breng hem maar even in contact met mij. Dat wil ik best proberen. Ja, nee, maar ja. Je weet het nooit. Ja, je zo wordt uitgebreid met de zangeres. Leuk. Zou nieuws zijn in België. Zat er België op zijn kop? Ja, ja. Zou wel een maand zijn, zeker. Oh ja, nou, ik zal je mijn nummer geven. We gaan eens luisteren hoe dat klinkt. Okay. Leen op mij in het Nederlands, met een country accent, een country sfeertje, gezongen door een Nederlandse country zangeres met oorsprong met Brits bloed. Nee, dat niet helemaal. Ja. Indisch eigenlijk. Indisch bloed? Ja. Met een Engels accent? Ja. Dat wordt lastig, hè? Oei, dat wordt lastig. Mooie mix. Mooie mix. En dat allemaal in Tiel? Ja, vlakbij. Vlakbij. Ja. Weet je dat ik elke week in Tiel kom? Nee, echt waar. Echt waar? Dat is niet echt naast de deur voor je. Ja, naast de deur. Ga ik maaltijden afgeven. In Tiel? In Tiel. Waar? Overal in het dorp. Oh. In Culemborg. In die omgeving daar zo. Ja, in Culemborg stap ik altijd op de trein naar Utrecht. Ja, daar werk zo. Ik. Kom een keertje bij je koffie drinken dan. Nou, is goed. Ja. Geef het maar aan. Ja. Met gebak. Ja, oh, dat is goed. Leun op mij. En dan gaan we... Gaat het lukken? met de plaat. En als babbelen we even verder. Ja, het zal wel op YouTube staan. Ja, ik denk dat geen mp3... Onze techniek staat voor niks, hoor. Pas op. Jeetje. Die is niet voor naast te vangen. Nee. Nou, luister eens. Het is iets heel anders.